Ron had een enorm stuk vlees. Ja, prachtig hè. Het is de Côte de Bœuf. Ook wel bekend als de ribeye. Mm-hmm. We noemen het Côte de Bœuf omdat hier eigenlijk de ribben nog aan zitten. Die laat ik er ook op. Voor het oog. Maar het is meestal vaak als vlees op het bot wordt bereid. Dat het ook gewoon wat meer smaak heeft. We gaan deze in zijn geheel bereiden. Heeft wel wat tijd nodig. Ja. Maar dit is zo ontzettend lekker. Mooi stuk vlees. Afgehangen. Gerijpt. En wat heel belangrijk is voor vlees. Beetje vet. Beetje vet erop, hè. Lekker. Nu zie ik hier een enorm apparaat. Ja. Vertel, met heel veel knoppen. Dus. Ja, dit is de Summit. Ja? Dit is toch wel het paradepaadje van Weber. Een geweldig apparaat. Op gas. Eigenlijk het ultieme outdoor koekenapparaat. Nou, ik zal je even heel kort uitleggen wat er allemaal op zit. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Extra brander. Gaan we straks de groenten opwokken. Maar voor sausen en voor andere dingen gewoon ideaal. Nou, wat belangrijk is, flavorize system. Dus de sappen worden weer opgevangen. Mooi de barbecue smaak aan het wat eigenlijk de ultieme barbecue smaak geeft. Kijk. Ja, ik zag al lampjes inderdaad. Als het heel laat wordt. Ja, als het laat wordt verzameld. Ja. Ook makkelijk, want dat heb je gewoon verlichting nodig. En kijk, in die knop ook. Ja. Ja, dus ideaal apparaat. Gewoon, ik denk, de Rolls Royce van de buitenkeukens. Top. Maar nu? Ribstuk. Wil jij wat knoflooktentjes? Ja, zeker. Dan ga ik hem een klein beetje bijpareren. Dus ik snij het bovenste eraf. Dat ik de bordjes een beetje zie. Dit kun je ook weer gewoon prachtig op de barbecue. Ja, er zit wel veel vet in, maar ontzettend lekker. Ik gooi het niet weg, maar doe het even daar. Dan ga ik eventjes het vlees tussen de bordjes. Tussen de ribben weghalen? Ja, tussen de ribbetjes weghalen. Is dat voor de soep? Ja. En voor de huiskat. Nou, ik ga deze wel even lekker vol peper en zouten. Nou, even. Geen olie? Nee, geen olie. Want ik ga eigenlijk gebruik maken van het vet van het vlees. Dus dat wordt eigenlijk het braadvet. Nou, kijk wat ik doe. Insnijden? Ja, ik snij hem een beetje in. En waarom doe ik dat? Kijk, het is voor jouw knoflookteentjes. Oh, lekker zeg. En die steek ik erin. Hey. Het mooie is, die confijt eigenlijk mee in het vlees. Het geeft veel smaak af. Knoflooks zijn mooi gaar, dus dan heb je ook dus de echte kracht is van de knoflook af. Kun je 's ochtends gewoon naar kantoor. Zonder zo'n kegel. Ik doe ook nog wat rozemarijn erin. Kijk, een klein beetje erin. Dat gaat straks prachtig door het vlees heen. Beetje onderhuids. Nou, draai ik hem nog even om. Een beetje peper en zout. En ik heb een prachtig rekje. Waar ik het vlees mooi in doe. Mooi met allemaal roosters eronder, dat het echt de circulatie in de hitte. Wat extra kruiden erop. Beetje tijm. Mooie Provençaalse geuren en smaken. En dan is je klaar voor op de barbecue te gaan. Kijk. In de vleeshouder. En dan doe ik hem op de indirecte manier. Nou, hoef jou niet meer te vertellen wat het is. Nee. Nee, alleen bij de Summit. De middelste gedeelte doe ik niet aan. De buitenste branders wel. Ja. Beetje op halve kracht. Ik wil een beetje op lage temperatuur garen. Zodat hij langzaam gaat, mooi sappig blijft en mooi mals. En dan, ja. Kijk. De thermometer. Wow. Die steek ik mooi in het midden erin. Ja. En nou het leuke. Een op afstand bedienbare thermometer. Dus we kunnen eigenlijk straks mooi een stukje wandelen, een flesje wijn drinken. Glaasje wijn. En dit doet de rest. Geeft aan, ik kan mijn gaarheid kan ik bepalen. Wat voor soort vlees. Stel je allemaal info ervoor? Ja, nou ja, nu staat hij niet in het Engels, maar ik vind toch dat we dat in het Frans. Kijk, klinkt toch wat betekenen. Bœuf.
Buff. Ja, daar zijn dat we. Dat was hem. Ja, dan de gaarheid. Signal. Beetje bloederig. Ja. Ik doe medium. Apua. En ja, dan gaat hij eigenlijk op start. Deksel erop. Deksel erop. En we gaan een wijntje doen. En trouwens... Ik wou zeggen, wat heb je hier nog voor een attribuut staan? Dit is de draaispies. Die gaat hierin. Infrarood. Ja. En de warmte van de summit. Plus de rotisserie. Ideaal voor kippen, vlees, grote stukken vlees. Prachtig ding. Totaal pakket, hè, dit ja, apparaat? Ja, dit is een monster van een apparaat. Ja. Maar heerlijk om mee te werken. Nou, mooi. Dekseltje dicht? Ja. Het is wel een hele relaxte manier van koken zo. Ja, helemaal top. En kijk, de digitale thermometer geeft aan dat we nog even hebben. Dus nog niet klaar. En heel relaxed. Bijvoorbeeld, het vlees zit erin. Mooie gaarheid gaat het krijgen, gelijkmatige temperatuur. En de summit is gewoon ideaal om buiten heerlijk te koken. Het is echt een heel compleet apparaat. Ja, je kunt er alles op doen. En het geeft ook heel veel rust. Barbecue is toch bedoeld om dingen samen te doen. En dit soort recepten en dit soort apparaten geeft de mogelijkheid om ook gewoon lekker samen te barbecuen. In plaats dat papa de hele tijd 1 uur gestrest achter dat ding staat. Ja. Het wordt nu een relaxte, sociale happening. Ja, het wordt een hele andere dimensie. Ja, ja, leuk. Dus, leuk. Nou, het vlees is... Apoin. Apoin. Dus we gaan even kijken. Nou, fantastisch, hè? Het ziet er schitterend uit. Lekker. We gaan hier wat gewokte groenten bij doen. Nou, dat kunnen we ook gewoon... Staat aan. Ik zet hem al aan. Als jij de asperges even in drieën wil doen, doe ik de paprika. Ik houd het een beetje grof. Jouw mes, sorry. Vinger eraf. Als je dat doe je het hierin. Ja, nog meer? Paddenstoeltjes door de helft. Aardappeltjes doe ik erin. Die heb ik al gekookt. Eventjes, 5 minuutjes. Uitje. Worteltje doe ik erin. Als jij de prei. Een beetje grove stukken. Een beetje pak soja. Nou, daar doe ik niks mee. Gewoon lekker. Als jij die 2 knoflooktentjes nog wil schoonmaken, ga ik beginnen. Oké. Okay. Olie in de pan. Zet hem wat heet. Hoe fijn wil je de knoflook? Nou, dat is perfect zo. Geweldig. Zo'n goede leermeester. Groente erbij. Nou, knoflook mag erbij. Mag ik zo? Die doe je aan het eind, hè? Ja. Want het is heel klein, maar vaker zie je dat de knoflook snel verbrandt. En dan wordt het heel bitter. Dan geeft het juist een hele in plaats dat het een verrijtje moet zijn voor je gerecht, geeft het een hele nare smaak. En nu glaceert het eigenlijk mooi mee. Dan geeft het veel meer smaak af. Nou, dit laten we lekker bakken. Gaan we naar het vlees kijken, ik ben benieuwd. Het heeft in ieder geval een lekker korstje. Ik ga de thermometer doen. Ik voel me net papa op zondag. Als jij af en toe even wil roeren. Yes. De halve knoflookbollen, buiten dat ik ze erin gestoken had, die ik erbij, die zijn echt mooi gaar nu. Kijk, doe ik erbij. Zal ik hem gewoon even voor de show even mooi door midden snijden? Kijk hoe die geworden is. Nou, voor de show, voor de hegging. Kijk. Hoi. Prachtig. Supermals. Supermals.
Mooi appoint. Zijn mooie plakte vanaf. Nou, je ziet echt, kijk. Echt een waanzinnig mooi stuk vlees. Groente gaat goed? Ja. Oké, nou, ik zet hem even lager, dat is bijna goed. En je ziet, weet je, dit. Wat een vet. Ja, vet. Dat geeft echt de smaak. Als je even, wat altijd lekker is om even uit het handje te proeven. Heerlijke smaak hoor. Ja, dit is ja, ook wel het koningsstuk van het vlees. Hè? Zo'n mooie côte buff. En het is echt leuk om dit ook voor een hele groep, voor al je vrienden te bereiden. Nou, eigenlijk ook met zo'n thermometer kan het bijna niet mislukken, nee, denk ik. Nee, hè? Nee, het is heel eenvoudig. En ja, de gaarheid is echt, je kunt er echt van op aan. Zullen we die borden meenemen, de groenten in de schaal? Goed plan. Top. Mooi gewokt. Het is ook wel leuk als het een mooie kleurencombinatie is, ja, hè? Nou, je ziet het alles nog. Het heeft ook zijn kleur behouden, ja, allemaal. Ja. Het is niet allemaal zo gaar geworden en zo pieterig dan. Het is mooi sappig ziet het er nog uit. En alles wat je ziet is nog... je herkent de groente. Dat is belangrijk. Kom. Hey. Nu het groente. Heerlijk. Prachtige combi. Ja, mooie kleur. Ik ook wat. Heerlijk. Laten we genieten. Ja. Nou, hij is perfect van cuisson, zoals wij dat noemen, van gaarheid. Een feestje. Tevreden, chef? Ja, dat is mooi. Ik hou van dit soort stukken vlees. Gewoon een beetje dat mannelijke, dat is echt grote stukken vlees. Mooi op de barbecue. Ja, dat is voor mij het barbecue.